Neem allemaal jullie papieren over. De papieren over. Over schelp en school. Mohamed, de papieren over schelp en schoen. Nee, niet deze papieren. Bruno, jij hebt die zeker. Ik heb ze al twee keer voor jou gekopieerd. Meneer. We zullen eens kijken. Nee. Nee? Dat is godsdienst. Typisch voor lesgeven, ook aan klas, is dat je denk ik als leerkracht heel veel geduld moet hebben. En ervan uit moet gaan dat niks van de eerste keer lukt. En van de tweede keer misschien en de derde keer hopelijk terug. Een OKAN-klas is een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers. Daarin zitten jongeren die pas in België wonen en geen Nederlands kennen. Ze komen uit verschillende landen, maar hebben één ding gemeen. Ze willen Nederlands leren om te kunnen doorstromen naar een onderwijsvorm die bij hen past. Ze zitten niet per leeftijd, maar per niveau. In één klas zitten jongeren van 12 tot 18 jaar. Ze krijgen niet alleen Nederlands, maar ook andere vakken als biologie en aardrijkskunde. School. 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 Ja, moeilijk. School. School. Ja, school. School. Handen. Afrik. Handen. Is de tweede letter. Afrik. Deze letter, Emmanuel. Hoe zeg je die? Dat is niet rrr. Niet rrr. Dus flink. Flink. Ja, er zijn trucjes om 100 keer hetzelfde te vertellen. En toch de aandacht te proberen houden door. Nou, veel herhalen, veel gebaren maken. Rare geluidjes maken helpt ook altijd. En het zo levendig mogelijk houden. Tijdens de middag wordt de finale gespeeld van het voetbaltoernooi. De leraren nemen het op tegen de beste OKAN-klas. De sfeer zit er meteen goed in. De OKAN-klas komt 1-0 voor. Ik ben denk ik vooral leraar, maar ook iets meer daarbuiten om kinderen echt op hun gemak te doen voelen, omdat de opdracht is zo groot voor die kinderen dat die meer, heel veel positieve bevestiging nodig hebben. Die zijn hier tamelijk alleen en hebben hier eigenlijk geen sociaal net buiten de school. En als leerkracht speel je daar een belangrijke rol in om kinderen toch ergens thuis te doen voelen of een veilige omgeving te geven of zoiets. De meeste kinderen komen uit oorlogsgebied of uitzichtloze situaties. De leraren hier geven hen een nieuwe kans op succes. Ik heb jullie recepten gelezen. Jullie recepten over momo en over kippensoep met eieren en over iets raars uit de Filipijnen. En ik heb gezien dat jullie eigenlijk al heel goed Nederlands kunnen, maar één fout nog heel veel maken. In de namiddag geeft Dieter Nederlands aan de hoogste niveauklas. Zij spreken al flink wat Nederlands en kunnen na één schooljaar doorstromen naar een andere onderwijsvorm. Ik wil politieagent worden, want toen ik klein was, mijn naam is politieagent en mijn naam is mijn idool. Ik wil graag worden dokter, maar ik kan niet zo goed wetenschappen, zodat ik weet het niet misschien ga ik naar economie. Ik wil verpleegster worden. Ja, ik wil verpleegster. De meeste leerlingen stromen na één jaar door naar het gewone secundair onderwijs. Maar slechts enkele komen terecht in het ASO of TSO, want Nederlands blijft een struikelblok. Dit jaar hadden we een groot project, een multicultureel project, waarbij leerlingen van het normale onderwijs kwamen meehelpen met ons om een hele dag workshops te doen. En na een van die workshops, Afrikaanse ritmes en trommelen, en was er één leerling die zich voor het eerst zo ontzettend thuis voelde op school en uit pure blijdschap uitriep, This is Afrika! En hij voelde zich helemaal thuis op school en je weet dat als je dat punt kunt bereiken, dat het leren van Nederlands wel vanzelf zal komen. Behan, hou jij van zwemmen? Ja, ik hou van zwemmen.
Oké, nu met nee. Je moet eventjes in je fantasie denken. Zwemmen, niet leuk. Nee, ik ga niet van zwemmen. Goed, Konrad, heb jij een zus? Nee, ik heb geen zus. Heb jij een broer? Nee, ik heb geen broer. Je mag niet liegen, hè? Ik ken jouw broer. Ja, dat is fantasie, ja. Ah, dat is fantasie, ja. Na school ontvangt Dieter de mama van Rita, een Portugees meisje dat nu 10 maanden in de Okan-klas zit. Dat is ons seminar, ik weet niet hoe we zitten. Rita, jij gaat moeten vertalen, hè? Ja. Omdat jij pas in november bent gekomen, ja. Jij hebt nog geen heel jaar Okan gedaan. Ja. En jouw neef... Ik ben in het abustend bar, super, oesubumbar. Ja. Dus jij, als jij nu nog een jaar Nederlands leert hier, ja. Ga jij wel genoeg Nederlands leren. Er zijn elk jaar 4 of 5 oudercontacten en enkele activiteiten voor de ouders. Het contact is natuurlijk veel moeilijker. Er komen meestal nog zussen, kinderen, buurvrouwen, tolken bij om de communicatie mogelijk te maken. Het contact met die ouders is bijzonder belangrijk. Want veel van die kinderen horen nooit Nederlands en daar spelen de ouders een heel belangrijke rol. Hun kinderen niet dwingen, maar op die kinderen de mogelijkheid geven om Nederlands te spreken en niet alleen op school. Maar wij zijn wel blij dat jij terugkomt. Oké. Okay. Ja. Zo die wij content bijvoorbeeld daar. Klaar. Ja. Want je hebt eigenlijk goed je best gedaan dit jaar. Ja. In het begin was het af en toe een beetje. Ja, maar dan zien we dan omkring samen te geven. Maar de laatste maanden is het heel leuk om Rita in de klas te hebben. Dus ik wil dat ze met gewoon meer. Protein meer staat diferentie. Ja, en dat is het belangrijkste.